Danny's killed on the blow van Hufflepuff en Ravenclaw. Wie heeft de meeste toverkracht? Wie wint het meest van alle? Hallo kijkers van Shine Sprites, ook maar een gloednieuwe aflevering van Harry Potter Generations met mijn beste vriend. Nee. Oké, dat gaat heel snel. Ja. Met mijn maatje Rusty Rondje. Yes, hey. En ik mis meteen mijn Flipendo. Hoe durf je je Flipendo te missen? Ja, ik zat meteen te kijken voor drankjes. Alleen, ik heb geen drankje om de TP terug te brengen. Oh, dat is heel zuur. Oh, oké. Okay. Milan, een tip. Defender doet maar 1 damage. Just nice. So you know. Ja. What a good enemy. Oh, en hoe ver moet je lopen als je doodgaat? Je begint dan net weer bij het Lumelstuk. Dus je hoeft niet helemaal vanaf daar weer terug te lopen. Dat scheelt. En Melina, als je die 2 crits nou had gedaan met Incendio Tria, hè, dan waren we hier waarschijnlijk al klaar geweest. Ja, het ergste is nog gewoon, ik doe maar half. Ik heb hem nou pas halverwege. Welk level is die troll dan niet? Oh. 427. 55. Holy shit. Dus je weet wat dat betekent. Je moet nog best wel ver lopen, vind ik hoor. Ja, dat is ook zeker. Had ik van deze nog niet de informatie in de gehouden? Nou, meteen even regelen. Oké, nu ga ik hem met full health proberen te killen. Oh, crit! Heel ziek. Oh, netjes. Is Harry nou ook even zijn spel upgrade? Ja, maar dan vraag je ook wel iets aan hem, hoor. Ja, dat is waar. Oh, ik vraag hele moeilijke dingen. Oh. En Harry is ook versteend. Fijn. Die ridders zijn wel echt kloten. Dat klopt, ja. Daar is niks aan gelogen. Nee. Oh, hij mist. Nice. Incendio duo. Oh, Hermeline kan zich eindelijk weer bewegen. Lekker, Hermeline. Oké, Harry, Flipendo. Zo. Incendio Tria. Ja, ja, dit gaat nog wat worden, dit. Yeah, Flipendo. Zo. Je toverpunten zijn hersteld. Oh, je hebt die gedaan. What the fuck? Oh, volgens mij kreeg iemand een crit tegen. All around me are familiar faces. Dat die troll zo wilt winnen. Ja, zeg dat. Nou, ik wil zeggen, als ik nou gewoon eventjes die spinnen tegen krijg, dan kan ik levelen. Wat een kutspel, zeg. Jezus. Triple kill. Of een triple crit. Dat doet hij zeker niet. Mis! Oh jee. Dat is niet mis! Die zocht ik. Die wil ik nog scannen. Want dan weet ik in ieder geval bij welke ik Incendio kan spammen. Mis. Dat is niet mis. No. Ik was zo dichtbij. Maar toch ook tegelijk zo ver weg. Ja. Dat... Maybe night fever, night fever.
Oh, zelfs die spinnen zijn hoger geleveld dan dat wij zijn. Vuile spinna's. Kijk, ik zit nou te kijken naar het level van die spinnen, maar die spinnen zijn level 25. Ja, maar die spinnen zijn niet zo heel goed. Nee, erom een paar incendio's erop en je bent er weer door, hoor. Nee, daarom heb ik die spinnen juist gescand, want dan weet ik in ieder geval van... Oh ja, wacht, bij deze kan ik wel wat XP krijgen. Ja, het zit niet mee. Kom op, upgrade? Nee, natuurlijk niet. Spiders! Ik was op zoek naar spinnen, niet naar mensen in harnas. Ik zei dat ik op zoek was naar spinnen, niet naar mensen in een harnas. Oh, vluchtroute is geblokkeerd. Where are the spiders? Hey, nice, Harry. Oh, is een incendio na 3 jaar gegaan, ja? Ja. Fijn, ik kom alleen maar die skeletten tegen. Ah, daar is dus de spin. Spinnetje, kom eens hier. Nee, niet de katnemgitters. Jou zocht ik. Ik wil nog even 1 keer levelen voordat ik weer tegen die klote ding ga vechten. Oh, het zou mooi zijn als ik zijn nog level, maar helaas. Oh, wat een moeilijke is dit. Yep. Yep. Kill Hermelien ook maar. Oh, zo, met een crit van 202. Hoppatee. Hij nam het letterlijk. Ja, hij nam het letterlijk en figuurlijk. Van, hey jongen, kill me maar gewoon. Nou, hier, kom maar op. Nou, ik ga het ook proberen. Ik ben 1 keer geleveld, dus we gaan het weer gewoon proberen. Die Incendio 3, ja. Harry, jij Petrificus Totalus. Kan ik hem toch 1 beurt met Paralyzer? Paralyze, paralyze, paralyze. Dat. Oh! Wat is er? Ik denk crit. Op hem. Oh. Lekkerie. Dat. Lekkerie. Oeh, ik deed 2 crits achter elkaar. Dat is de goed staf. Hoppatee, verder Milius. Incendio 3A. Oh, ik heb hem bijna in het rood. Dat is altijd fijn. Ja, je hebt ook nog full HP met Hermelien, dus... Ja, alleen ik heb geen... Niet die dranks om haar TP terug te krijgen. Ja, dat is kut. Dat is een beetje het probleem waar ik mee zit.
Maar ik heb wel genoeg voor een Vermilius Uno. Lekkery. En die mist. Minder lekkery. Nee, die moest niet op Hermeline. Hermeline had namelijk al full HP. Oh, echt die A-knop op mijn controle die zegt zo kapot als het zijn kan. Wat is goed tegen deze groene skeletten? Wingardium Leviosa. Oh, ik heb geen TP, never mind. Heb ik geen... Oh. Oké, wat heb ik gedaan met Hermeline? Oh! Ik heb ineens een strategie voor de volgende keer, denk ik. Wat is je strategie? Dat moet ik eerst inhalen, dat hou ik geheim. Oh, damn it. Don't make it geheim! Hou ik nog geheim, totdat ik zeker weet dat het werkt. Wacht. Okay. Huh? Waarom doe ik drie krachten elkaar een crit ineens? Dat ze jou stom vinden. Nou, maar bedankt, hè. Nou, daar kan ik ook niks aan doen. Spinnen. Ja, ik denk dat ik hem niet beter dood kan laten gaan. Dat ik het dan opnieuw probeer. Oh. Hmm. Hmm. Ik ga dat eens eventjes proberen als dat werkt. Oh, tuurlijk. En dan heb ik hier nou twee spinnen, terwijl ik niet wil levelen. En weet je, aan de andere kant, een leveltje erbij, maar kan geen kwaad. Of niet, Milan? Dat leveltje erbij kan nooit kwaad. Nee, dat kan zeker geen kwaad. Ik zit even te kijken. Ik ga ook even informen ze, zodat ik die spinnen gewoon kan tracken. Ja, want dan is het gewoon een hoppatee. Ja, natuurlijk. Op het moment dat ik geen Chris nodig heb, doe ik twee Chris achter elkaar. Met Ron en Harry. Met Ron trouwens nog, maar met Hermeline en Harry. Nee, met Ron. Zeg, die levelen van die spinnen, dat is nooit de verkeerde business. Het zou niet erg zijn als ik nou dood ga eigenlijk. Nee? Dan zijn we gewoon full health namelijk. Oh, zo op die fiets. Nee, dat zou het niet uitmaken. Daarom mist hij nu. Godverdomme. Nee, dat zou inderdaad geen ramp zijn. Hup. Nu is het tijd. De hoogste tijd. Vermilius duo. Oké, ik moet sowieso nog één keer tegen de spinnen vechten en dan zijn ze allebei geleveld weg. Oh, hij is eerder. Please, don't hit me. Dan sta ik weer dit. Oh, dan sta ik weer HP achter. Gezeik, gezever, getyfus. Oh. Nee, ik zoek spinnen. Niet spinnen. I'm looking for that spider. Okay. Spider! Zo, gewoon drie stuks. Hoppatee, Incendio Uno. Nee. Au. Het zou leuk zijn als je een keer zou missen. Ja, dat zou inderdaad leuk zijn. Zo. Kijk, nog een keer in de Sendio. Oh, kijk op het Wow, 92.
Oké. Flippendo. En nog een keer Flippendo. En, yep. Zo, allebei level 20. Met de opnames van de vorige keer heel veel geluk, hè? Wel? Ja, dat jij mijn stem had opgenomen. Want ik was vergeten mijn stem op te nemen. Oh, Milan, dat meen je toch niet? Ja, maar dat komt omdat ik die nooit hoef aan te passen, die de instellingen daarvoor, zeg maar. Oh, zo, oké. Okay. Hij staat normaal gewoon dat hij hem opneemt, alleen hij had hem er gewoon uitgegooid. Nou, hij had gewoon zoiets van, hey, weet je, Milan, weet je wat? Vandaag gewoon, nee. Vandaag gewoon ja. Niet. Gewoon zoiets van, Milan, ik heb vandaag even geen zin. Ja. Nou, dan gaan we. En werkt het? Ik denk namelijk dat ik de damage van de troll kan verhalven. Want hij deed nou in plaats van 80, maar... Oh, dat werkt alleen maar bij één persoon, oké. Okay. In plaats van 80 deed hij maar 40 damage. Oké, okay, interessant. Heb ik hier trouwens iets voor? Nee, tuurlijk niet. Harry Fenimilius. Twee keer de vluchtroute geblokkeerd. Krijg echt de vinken. Wat? Kijk hoe fucking veel damage ook meteen. Dan kan ik meteen weer opnieuw beginnen. Yep. Ja, ik denk dat je nou beter gewoon kan killen om het XP mee te nemen. Ja. Oh, hij kan ze weer bewegen, oké. Okay. Nee. Deze. Ja, doe maar gewoon verder, Milius. Uno, Lamaag. Ah, Milius is wel level up. Mm-hmm. Oh, en dat was een crit. Oké. Okay. Oh, wacht. Maar als ik deze heb... Kijk, oké, okay, dat... Even kijken. Incendio, ja. Ah, oh, top, hij mist. Lekker troll. Troll in de kerkers. Troll in de dungeons. Op de Incendio duo. Ik heb toevallig niet nog zo'n drankje. Nee, helaas. De drankjes zijn op. Ja, zo'n drankje om TP terug te krijgen. Mm-hmm. Die heb ik helaas niet. Nou, dat wordt dan maar gewoon de Flippendo spam dan maar. Flippendo! Ah, ja, tuurlijk. Meteen eerste mis. Nice. But not. Ik crit die spinnen zoveel, oh, als ik die kan straks een keertje crit tegen dat beest. Flippendo. Oh, echt, ik doe maar 11 damage met gewoon Flippendo. Flippendo.
Oké, okay, je gaat op Hermeline, oké. Okay. Harry, dat betekent weer dat jij healing mag gaan gebruiken op Hermeline. Want op Harry doet hij namelijk 70 damage en op Hermeline maar 40. Dat is discriminatie. Oh, de tijd is voorbij. Oh. De vorige aflevering eindigden we met van... Wil je zien hoe we de troll gaan verslaan? Het is nog niet gelukt. Nee, het is nog niet gelukt. Dus hopelijk hebben we de volgende keer meer geluk. Ja, ik zie het ook nog niet zo heel snel gebeuren. In ieder geval bij mezelf niet. Nou. Bedankt voor het kijken van deze aflevering en tot de volgende keer. Adios, amigos.